De last lectures zijn een bijzonder iets. Uh, die, die heten zo omdat we eigenlijk sprekers vragen om, als ze een verhaal mogen houden, en het zou het allerlaatste verhaal zijn wat ze nog in dit leven zou kunnen houden, en dit moet je onthouden, wat zou dan het verhaal zijn? Dus niet de lezing die ze de afgelopen weken een paar keer hebben gegeven, maar net dat ene extra. Dit is de essentie. Um, en dat is best een bijzonder programma, altijd. En ik, ik ga Jan van Zanen erbij vragen. Jan van Zanen, mag je erbij vragen? Dames en heren, mag ik een groot applaus. Jan van Zanen. Ja. Zane, voorzitter van de burgemeester Utrecht. Um, de, 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 zoiets als dat laatste lecture, dat is wel een, een bijzonder gegeven, eigenlijk. Nou ja, Vorig jaar kon ik volgens mij niet aan het begin zijn, maar pas in de loop van de dag. Maar de eerste keer, was het ook in Utrecht, ja. toen heb ik hem ook gegeven. Maar dat was in de week of twee weken voordat ik prostaat. Uh, ja. Ik had pr prostaatkanker. Dat, ja. dat heb je geloof ik dan je hele leven. Het gaat goed met me hoor. Um, hoop ik dan. Weet ik bijna zeker. Ja. En toen moest ik dat dus doen. En toen had ik eigenlijk wel een beetje een brok in mijn keel. En ik dacht, ja. ja, het kan zomaar mislukken. Ja. Ik hoop ook dat u hier kracht uitput. Dat u weet, van het kan dus ook goed komen. Maar dat was wel iets waar ik wel even van zat. Toen heb ik volgens mij in de kern gezegd, houd moed. Ja. Want wat wij doen in gemeenten, of je nou klein bent of groot. Wij zijn natuurlijk allemaal van de steden en de stedelijke regio's. Houd moed. En, en, en weet met al die verschillende belangen. En al die verschillende belangen die ook in een tijdsgewricht... Steeds weer anders liggen ja. en de verschillende voorkeuren die ook weer steeds veranderen. Ja, uh, gewoon volhouden, want het is echt de moeite waard en wij doen ertoe. Ik hoorde net Maarten Schuring zeggen: ja. van kijk, wij verzinnen heel veel dingen, maar het gebeurt gewoon bij ons om de hoek. Ja. En uh, nou ja, verrijk jezelf aan elkaar en daarom is het zo goed. Het was toen de eerste keer dat dit bijna een traditie is geworden en dat nu meer dan 2400 mensen hier zijn. Ja, ja, dat is ook altijd goed. Ik bedoel, het is een enorme zaal. Dan denk ik van ja, 2400 mensen, waar zijn ze? Maar die zitten dus in alle zes. Dit is een festivalprogramma, mensen kunnen in en uitlopen. En dat, is, ja, dat zijn in verschillende, verschillende blokjes. Um, het, het gaat ook over durf vandaag. Waarom is dat belangrijk om, om over durf en over lef te praten? Ja, weet je, uh, ik, ik, ik zelf, kijk, op mijn middelbare school was het volgens mij van lef getuigend dat je, ik deed ik, ik pleitte. Dat tegen de verhoging van het minimum jeugdloon. Ik werd natuurlijk uitgejouwd. Mm -hmm. uh, in mijn universitaire periode was ik niet tegen de neutronenbom, ik was er gewoon voor. Okay. Um, ik heb als wethouder, toen ik wethouder was in Utrecht. en was begonnen met het stationsgebied, waar natuurlijk leefbaar Utrecht tegen was. En, uh, het is heel mooi geworden en we zijn nog steeds bezig. heb ik de verspillingsprijs in ontvangst genomen. Okay ook natuurlijk vreselijk. Je moet als bestuurder of als iemand die wat wil met zijn stad, uh, moet je wel een beetje lef hebben. En dan moet je dus ook proberen uh, op het moment dat het moeilijk is en dat je je zaal tegen hebt, moet je gewoon een beetje volhouden. Want uiteindelijk snappen mensen dat. Mensen die andere belangen hebben, maar misschien morgen ook weer andere belangen. Uh, lef is nodig. Lef is nodig om doorbraken te organiseren. Lef is nodig om vervelende mensen te bellen of aan te spreken. Of gewoon financiers aan te spreken van... joh, doe nou mee. En dat lukt niet altijd. Uh, vaak wel. En uh, ja, je hebt gewoon lef nodig. En ook lef nodig om nu als burgemeester die oude anekdotes te vertellen. Want daar heb ik misschien morgen weer last van. Nou ja, nee, op zich... Maar, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want bij, bij dit soort anekdotes zeg je van... Ja, tronenbom... Je... Je hebt soms ook wel eens het idee dat soms bestuurlijk lef, zeker in dit tijdsgewricht. we hebben Sogdaan Rovers, die, die heeft het over het politieke, dat in het politieke soms ook wel een soort nieuwe neiging is om, om maar lef te tonen om het lef te tonen. En dat is natuurlijk wel soms een lastige grens. Ik moet even denken, niet dat u dat heeft gedaan in die situatie, maar toch zeker in, in, in de studententijd of op schooltijd. Ja, ik ken dat ook wel. Je roept eens dus een keer wat omdat je denkt, dit, dit werkt. En nu, nu lijkt het alsof ik lef heb. Ja, maar dat was in mijn tijd dus niet zo. Want het was nogal modie. Het was weet je, ik had een, al mijn docenten hadden een andere kleur dan de mijne. Dat doet er niet zoveel toe. Het gaat erom je moet voor je mening uitkomen. Je hebt een idee of niet en dan krijg je tegenstand. Je hebt een opvatting en die deel je. En als je het alleen maar voor het effect doet en het helemaal niet mee eens bent, dan val je door de mand, dan lukt het niet. Dan zul je worden afgerekend. Niet alleen door je collega's, maar zeker ook door kiezers of door buurtbewoners of door mensen die hun kennis, kunde, architecten, investeerders, vrijwilligers in buurten. die zullen zeggen: rot op jij, want ja. je deugt niet. Maar als je staat voor je zaak, helpt lef. Kijk, je moet, we, we hebben in Utrecht in, op 18 maart hadden we de aanslag in die tram. Ja, dan moet je er staan. Dat is dan voor mijn vak nu: hè. dan moet je er staan. En dan, 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 want je weet, er zijn mensen die er nog steeds dat leed hebben. Maar je moet er dan staan en dan ben je in je eentje. En dan moet je vooraan durven lopen. Dat hoort een beetje, zeker ook als je in een stad als bestuurlijk actief bent. Dan moet je dat kunnen, dan moet je dat durven. Zonder lef kom je er echt niet. En dat kan netjes, zonder effectbejag. En het moet altijd een inhoudelijke kon, ja, achtergrond hebben. En, en ook persoonlijke overtuiging. We gaan vandaag mensen van de Laans Lectures vragen die, dat lef te tonen. Uh, en ik ga u heel erg danken in ieder geval. Want uh, nou, u zei het, drie jaar geleden hebben we de aftrap gegeven. En het is heel fijn dat we dit weer met elkaar kunnen bespreken. Heel fijn. Dankjewel. Dank. Dank. Dank.